Oké, we gaan naar de zeehond. Je kunt het ook een rugrol noemen. Je hebt een aantal opties. Dus heel goed activeert de zenuwen in je rug. Dus je kan je knie vastpakken. Je trekt je kin en je trekt je buik in. En dan ga je op. Ja? Of je pakt de achterkant van je benen of je trekt je kin in. En je komt tot een rugrol. Optie 2. Je handen gaan achter. Pak de buitenkant, dus onder je benen door, de buitenkant van je voet. Je trekt ook weer je kin in, buik willen aanspannen en rollen achter. Tik aan en rol weer terug. Ja? Dus inademen, rollen achter en rol weer terug. Als je wil, je hebt een balans, je hebt je buik willen goed aanspannen, hou je net de voeten iets van de mat. Ja, doen we nog twee keer. Dus kin in, schouders naar, trek je buik in en rol. Voel iedere wervel en kom weer terug. Je kinderen in, voel, adem diep in en adem uit. Dat was de rugrol.